We zijn hier bij de Wagner debat De Macht van Google. Het boek wat Peter Olsthoorn heeft gelezen over Google. Hij heeft er 1000 artikelen over gelezen en hij is daar heel lang mee bezig geweest. Peter, wat heb je gevonden? Wat is de macht van Google waar we eigenlijk nog niet weten? Wat wij ons niet beseffen is dat wij, als we googelen, ons eigenlijk helemaal totaal afhankelijk maken van de kennis die Google ons biedt. Ja, we weten iets niet, we gaan zoeken. En het blijkt dat 2/3 van ons altijd op de eerste 3 resultaten klikt. Een van de eerste 3 resultaten. Digitaal dom. Niet dom, maar goed van vertrouwen. We zijn vandaag alleen maar positief, dus zeg goed van vertrouwen. En ten tweede denken wij dat alles gratis is wat we op internet doen. Maar we betalen met onze persoonlijke gegevens en die worden geëxploiteerd voor reclame. 2,50 per persoon per maand. Zou je dat over hebben voor Google? Ja, zeker. Nee, dat is 2,50. Dat is de advertentieinkomsten die Google krijgt van 12 miljoen Nederlanders. 2,50 per maand per Google, dus ongeveer 10 cent per dag. Dat vind ik een geweldige rekensom. Die ben ik vergeten te maken. Hartstikke goed van je. Ja. Dus is Google nou een dubbeltje waard per persoon per dag? Voor de een wel, voor de ander niet. De een zal zeggen van nou, ik kan me niet bommen. Ik geef die data. En de ander, zoals ik zou zeggen, nou, ik zou daar heel graag 2,50 per maand voor gaan betalen. Om dan niet die advertenties te hebben? Geen advertenties te hebben, dat mijn data ook van mij blijven. Hè. Dat is dus niet bij Google beland waar ik naar zoek. Waar ik surf niet bij Google bekend wordt. Voor mij als journalist is dat belangrijk dat ik dat gewoon kan doen. Er zijn natuurlijk wel trucjes weer om dat te doen op internet. En die ken ik ook wel. En die cookie die hou ik tegen. En mijn zoekdata die worden niet allemaal bij Google bekend. Maar niettemin zou het een stuk makkelijker zijn. Ook eerlijker denk ik als je er gewoon voor zou kunnen betalen. En dan geen reclame. Maar ik ben bang dat toch dan veel mensen zeggen van nou, het kan me niet bommen. Doe maar gewoon. Ja. Je haalt hier, je behandelt 150 producten van Google. Dus inderdaad beginnen met Search en de YouTube en de Google Maps en de Picasa en alles en alles en alles. Denk je nou van, er zijn eigenlijk maar een paar producten die echt massaal zijn doorgebroken. Hè? Je hebt het over YouTube, je hebt het over Google, je hebt een beetje over Gmail en dan houdt het eigenlijk een beetje op. Ja, Picasa fotodienst nog een beetje, maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Google Maps. Niet alles wat ze aanpakken wordt een succes. Google Maps, Google Earth, nee. Nou, Orkut is natuurlijk de grootste mislukking tot verdriet van... 5 jaar voordat Facebook kwam hadden ze Orkut. Ja, nou ja, je had Friendster ook en je had ook andere sites. Hives was er ook eerder dan Facebook. De een wordt wel een succes en de ander niet. En dat is heel gek, dat mechanisme kun je niet voorspellen. Dat wil ik wel eens onderzoeken. Hè. Hoe komt dat niet? Je hebt in Nederland gezien dat CU2 ging naar de kelder. Sugar Babes, gekocht door de Telegraaf trouwens, ging mis. En nu is Hives gekocht door de Telegraaf. En misschien wordt dat wel een heel groot succes. Maar je ziet dus gewoon niet alles wat Google doet. Ook al hebben ze de innovatie als eerste, wordt het succes. Moeten we nou angst hebben voor Google? Wordt Google te machtig nadat jij dat boek echt onderzocht hebt? Nee, angst is altijd een slechte raadgever. Maar het wordt wel tijd dat wij daarover na gaan denken. Ja. En vooral in onderwijskringen, hè, waar dat denk ik het belangrijkste is. Maar helemaal, in Nederland wordt nauwelijks gedebatteerd en nauwelijks nagedacht over gebruik van ICT. En we zitten echt vele uren per dag zitten we aan die machines. Ja, we hebben denk ik alles bij elkaar, geen benul van wat dat betekent. Wat dat doet met ons, wat we geven, wat we krijgen. En we denken echt dat alles gratis is en dat er maar 1 keer per maand betaald hoeft te worden alleen voor de toegang tot internet. Maar waar pleit je dan voor? Wat zou dan, zeg maar, OCMW of wat zou rondom reclame, wat zou er moeten gebeuren nu je dit weet? Ik heb geen pasklare oplossingen en die wil ik ook niet bieden. Hè. 1 ding weet ik wel en dat is wat ik wel beweer aan het eind van het boek en dat beargumenteer ik ook. Ik vind dat wij de eigenaar moeten zijn van onze data commercieel. En onze persoonlijke data, dus over ons gedrag, wat wij doen. Ik denk dat dat niet andere partijen moeten zijn, commerciële partijen die daarmee grenzeloos mogen handelen, wat nu gebeurt. Ik denk dat wij daar de controle over moeten hebben. Maar is Google grenzeloos? Hebben zij geen grenzen aan moraliteit hoe zij die data gebruiken? Want ik dacht dat je daar in je boek vrij genuanceerd over was. Ja, nou inderdaad. Ja, Google is dan een van de braafste partijen in de wereld. Hè. Google gebruikt bijvoorbeeld commercieel niet de zoekdata. Althans niet persoonlijk en niet op een persoonlijke manier. Die gebruiken ze alleen om jou betere zoekresultaten te geven met webhistory en persoonlijk zoeken. Dus in die zin, maar wij verschaffen Google die data wel. En ze willen die 9 maanden bewaren voor criminaliteitsonderzoek en zo. Hè. Google is nog een van de braafste jongetjes van de klas. Maar een heleboel advertentienetten en ook Nederlandse uitgevers en zo, ja, die beschikken vrijelijk over data en daar kunnen ze alles mee doen. Google is nog een van de braafste. Don't be evil, is dat nog echt waar? Dat oorspronkelijk een van de doelstellingen was van Google. Is dat nog iets reëels? Want er staat wel in hun pamflet. Ja,
Nou, daar heb ik ook uitgebreid over nagedacht en onderzocht van, nou, wat is dat nu? Nou, op de eerste plaats koppelt Google dat aan advertenties. Hè, wij willen je passende advertenties bieden en dan zijn wij goed. Hè, dan zijn wij niet evil, dan zijn we niet kwaad. En ja, dat vind ik een hele domme zet. Want als je nou kijkt hoeveel procent van de advertenties die Google aan mij biedt, zijn passend. Naar 90% is niet passend. Dus in 90% van de gevallen zou Google dan volgens haar eigen maatstaf. Hè, want ze zeggen van, nou, als we verkeerde advertenties bieden, dan zijn we. Maar dat ook niet over respect en de wet volgen en zorgen dat er een beetje samenleving en het niet misbruiken, de macht en dat soort dingen. Hebben ze daar ook niet allemaal dingen over gezegd? Ja, impliciet wel. Maar dat heeft ieder bedrijf. Ook Microsoft. Ga de code of conduct van Microsoft maar na. Hè. Ook een keurig bedrijf willen alles doen voor de maatschappij, voor de gebruikers. Zijn braaf, mogen de wet niet overtreden. En ieder bedrijf heeft wel bijna van die regels. En geen enkel bedrijf trouwens mag de wet overtreden. Dat is volgens mij dat is het principe. Overtreed je de wet of niet? En dat je daarnaast nog goed doet en dat uitgebreid etaleert en zo. Nou ja, goed, daar kun je een beetje op beoordeeld worden. Hè, maar neem een bedrijf als TNT Post. Hè, dat is toch, die heeft vele prijzen gehad voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik noem het voorbeeld ook in mijn boek. En nu ineens moeten er een heleboel postbodes uit. En stonden er vandaag 10.000 postbodes naar mijn zij op de radio. Nee, dat was de stakingsleider, dus misschien waren het er maar 2.000. Maar dat goed, dat verandert in de tijd. Dat niet al die 20.000 mensen die daar werken. Dus je hebt inderdaad, bij TNT heb je dat gezien van die postbode. Maar bij Google heb je al signalen gezien dat Don't Be Evil, dat daar het einde van het tijdperk in zicht is? Ik denk dat er verschillende krachten zijn binnen het bedrijf. De oprichters die zijn absolute goeierikken, denk ik. Zeker Sergey Brin. Die vertrouw ik enorm. Maar daarnaast staat CEO Erik Schmid. Ja, die heeft uitspraken gedaan waarvan ik zeg van, ja, het is niet de meest betrouwbare persoon binnen Google, laat ik het zo zeggen. Hij is wel bestuursvoorzitter. Dankjewel. Google, de macht van Google nu in de winkel. Alleen maar als papieren boek. Want e-book, daar heeft de uitgever van Erik nog niet van gehoord. Ik moest iets corrigeren van mijn uitgever. Over een maand is er ook een e-book. Eerst op papier en na vele aandrang ook digitaal.